we staan hier in het huis van Katoen en Nu en we staan bij Harry Lucassen. Harry Lucassen heeft een prachtige pauw gemaakt. En waarom heb je dat gedaan? Omdat het een ergernis was dat hij er niet meer op stond. De ergernis dat hij er niet meer op stond? Ja, ik heb zo'n ding gemaakt met een pauw en dan kwam ik hier en er zat er geen pauw meer op. Ik dacht, daar moet er wat aan gedaan worden. Dat dacht u ook. Ja. En het hele tafereel hier, alles wat hier staat, is allemaal jugendstil. Ja. En dat hebt u ergens met een speciale gedachte ooit gemaakt. Ja, voor het omwerk is. In de grote staat Zuid zat ik in een jugendstilpand. En die hebben we met de gemeente en met stadherstel en ikzelf hebben dat weer een beetje teruggebracht in de oude stijl. En toen kwam ik zelf op een jugendstil, hoe dat ontstaan is, wie het was. En kwam ik op Moege uit en toen zag ik ook iets van een pauw in Parijs. Ik dacht, dat ga ik ook even namaken, een beetje. En dat hebt u echt zelf nagemaakt? Ja, bezig geweest. 2 jaar. Maar u bent toch van huis uit kapper? Ja, maar kappers die doen van alles, hè. Kappers kunnen alles. Nou, blijkbaar wel. Ook mijn collega's, die zijn gewoon handig. Dus anders kan je gekapper worden. Dus niet alleen met... Kapper is allround. Een kapper is allround. Dus u bent niet alleen met de schaar en met de kam bezig, maar u bent ook altijd al bezig geweest met beeldhouwen, schilderen, ja, tekenen. Schilderen, tekenen, zagen, figuurzagen. We maken van alles. Dus het is niet zo moeilijk of u maakt het wel? Ja, als het lukt, dan doe ik het. Ja, want, en als het niet lukt, dan ga ik eerst even kijken hoe het in elkaar zit. En dan ga ik het doen, dan ga ik weer aan de gang. En als ik zo bekijk, die hele jugendstil dat hij hier gebouwd heeft, met die kasten, met die glazen. En ja, dat stond dus in dat pand in de Grote Straat Zuid, dat heel veel Almeloers kennen. Ja. Maar wanneer is het daar terechtgekomen? Wanneer is het daar terechtgekomen? Hoe bedoel je? Wanneer ik het gemaakt heb? Ja? Dat was, wanneer was dat ook weer gewoon? 97. Ja, want het is allemaal zo lang geleden ondertussen. Hè? En wanneer bent u naar Almelo gekomen? In 74. Ja, u bent wel in Almelo. Maar ja, aan u kunnen we echt wel horen dat u geen echte Almelomer bent. Echte Amsterdammer. Een echte Amsterdammer. Nou, niet een echte, want die blijven waar ze zitten. Maar ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En ik dacht van, ik ga wat onderzoeken. Een eigen huisje, een tuintje, achterommetje. Dat sprak me beter aan met de kleine kinderen. Ja, en... Dan als drie hoog naar boven. Eerst de kinderwagen naar beneden, dan de kindjes naar beneden. Even een zandbakje zitten en weer omhoog. Dat gaan we niet lang doen. Dus toen bent u naar Almelo gegaan en geen spijt gehad? Nee, nooit.